Ja, de eerste zomermaand staat nu voor de deur, juni. Maar kunnen we ook echt al zomerweer verwachten? Of krijgen we opnieuw te maken met die frisse noordenwinden? Voor de eerste helft van juni tonen de weermodellen in ieder geval een grote kans op droog en zonnig weer. Heerlijk weer dus, maar hoe warm het daarbij precies wordt, is nog erg onzeker. De wind die waait namelijk uit richtingen zo tussen noorden en oosten en de temperaturen kunnen van dag tot dag dus flink verschillen. Bij een frisse noordenwind wordt het in de kustgebieden vaak niet warmer dan 15 tot 18 graden, terwijl het in het binnenland al gauw 20 graden kan worden. En stel dat die wind toch meer naar het oosten gaat draaien, ja, dan kan die temperatuur al oplopen richting 20 tot 25 graden. En in het zuidoosten en oosten zijn zelfs zomerse maxima mogelijk van 25 graden of meer. Ja, die jas kan dan uit en de korte broek, die kan aan. Maar hou er wel rekening mee dat de zon al vrij sterk is in juni met zonkracht 7 en dan kan je al binnen 10 tot 25 minuten verbranden. Ook de tweede helft van juni belooft vrij warm te gaan verlopen door die oostenwinden, al neemt wel langzaamaan de kans op wat buien toe. En bij deze buien is ook kans op onweer en er zijn ook plensregens mogelijk. Toch is er vaak genoeg ook ruimte voor de zon en overheersen die droge periode. Ik zou zeggen, geniet van de zomer en als die buien dan toch overtrekken, check dan even onze website en radar. Tot de volgende!